bent u, meneer? Ik ben Ed Klutte en ik ben de workshopleider van de Social Game Workshop. Wat is dat precies? In deze workshop proberen we mensen, de verschillende mensen die hier bezig zijn, inzicht te geven van hoe je media in kunt zetten bij activiteiten in de wijk om problemen op te lossen. Kinders in de gaten, jij bent de eerste primair verantwoordelijke voor de opvoeding van je kind. Nou ja, plus natuurlijk. Die kan al verbeterd worden natuurlijk. Ja, maar dat is hartstikke leuk, dat moeten we doen, jongens. Ja, houden het op een taalkursus. Dat de displays ook zichtbaar wordt met de kinderen. Nee, dat is een nieuw idee. Twitter staat er nog helemaal niet bij, dus het gaat meer om nu wat creatief nadenken. Precies. Het is gekoppeld aan offline activiteit. Het gaat om altijd de dingen die jullie al deden. Er zit een evenement in. En we hebben iedere keer de camera nog een over het andere werkgroep. Maar normaal gesproken, als je de game doet, dan hebben wij vaak ook een heel klein cameraatje bij ons. Wat je tegenwoordig, dat je als workshopleider, loop je al gelijk langs, je stelt vragen, neem je gelijk op. En binnen 2 uur na dat de game gespeeld is, staat online. En kan je de conclusies zien, je kan zien wat er gebeurt, wat er in de vergadering van de buurtbewoners is gebeurd. Ons probleem was de sociale veiligheid en dan in het bijzonder het drugsgebruik onder de steeds jongere wordende jongeren. Bij de kleine criminaliteit. En wie ervaart de overlast? Dat waren oudere winkeliers, het winkelend publiek en andere kinderen ook. We moeten de verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf leggen. Dus zij kunnen hun eigen persbureau doen, hun eigen interview. Die ervoor opgeleid zijn, op hun buikjes erheen. En die gaan die andere jongens vertellen dat ze mee moeten ophouden. Onze casus is een project Schoon, Heel en Veilig. Gemeenschap willen we een taalkursus geven om in ieder geval de communicatie te kunnen doen. Als je een van de knelpunten die waar je overal tegenaan loopt, je kan leuke dingen bedenken, maar tegelijkertijd daarvan uit kan je ze ook leren om deel te gaan nemen aan een community. Terwijl je ze anders nooit had gehad. En dus in die zin is het heel belangrijk om te kijken van hoe verbind je. Dank u wel. Hey, dankjewel voor je aanwezigheid. Goedemiddag, wie ben jij? Ik ben Broes Siemens, ik ben een van de werknemers die aanwezig zijn van Cineact Den Haag. Wat heb je daarvan opgestoken? Van hoe wij bijvoorbeeld de jongeren moeten aanspreken, maar ook bijvoorbeeld hoe wij misschien problemen kunnen oplossen. Dat is heel erg belangrijk in een wijk waar dit eigenlijk vooral voor bedoeld is en hoe zij dan de media erbij kunnen gaan betrekken. Ga je dit op enige manier nog gebruiken? De dingen die ik net nog opgeschreven heb, ga ik zeker aan mijn eigen wijkpraat voorstellen. Want zij klagen namelijk nogal om dat vooral de meeste mensen die daar komen al actief waren. En er komen geen nieuwe mensen bij. De jongeren worden er helemaal niet erbij betrokken. Met de manieren die wij net doorgekregen hebben, denk ik dat het wel mogelijk is dat, dat wij de jongeren toch op een of andere manier kunnen gaan betrekken. En dat ik niet de enige jongere ben die in de wijk daarmee bezighoudt. Oké, dankjewel. Graag gedaan.